vader van Bella is een boef. Een hele gevaarlijke boef. En hij wil graag dat zijn dochter net zo'n gemene boef wordt. Maar zover is het nog niet. Ik ben bang dat je te aardig bent, Bella. Hoezo te aardig? Voor een boef. Ik zal je leren hoe je een echte boef gaat worden. Hier zijn je boevenspullen, Bella. Trek ze maar eens even aan. Bella doet wat haar vader zegt. Zo, dat lijkt er meer op. Nu gaan we naar buiten. Krijg je je eerste boevenles. Een hele belangrijke. Het eerste wat een boef moet leren is mensen bang maken. Je richt je pistool op iemand en roept: "Andermaal!" Maar dan wel op een boevenstem natuurlijk. Kijk, ik doe het voor. "Andermaal!" Begrepen? Ja, pap. Zo zeggen dat een mens echt bang voor je, van je wordt. Ga maar oefenen. Het pistool is niet geladen. Moet ik dan oefenen? Dat maakt niet uit. Op iedereen die je tegenkomt. Maar pas wel op voor Gio. Bella gaat op weg. Handen omhoog. Als dat maar goed gaat, denkt ze bezorgd. Daar zit iemand. Die durf ik wel aan het schrikken te maken. Handen omhoog! Maar ik heb helemaal geen handen. Ik zie het. Nou, geef niet hoor. Ik ben maar aan het oefenen. Bella loopt verder. Al gauw ziet ze iemand zitten. Een meisje. Ha! Een makkie, denkt Bella. Meisjes zijn niet zo moeilijk bang te maken. Handen omhoog! Ho ho, doe eens even normaal. Handen omhoog! Ja, ja, ik heb je wel gehoord. Wil je mijn linkerhand of mijn rechterhand? Dat maakt eigenlijk niet uit. Even als het maar een hand is. Ja, of deze. Bella lacht. Zij is best grappig. Zo is het wel genoeg. En ze steekt haar pistool weer in haar holster. Ja, dat was het. Het was maar een oefening. Maar nu ga ik oefenen op een iets groter dier. Oh, mag ik mee? Ik vind die oefening wel leuk. Ik heet Kim trouwens. Ik ben Bella. En ik ben Boris. Leuk jullie te ontmoeten. Daar komt Gio aangerend. Dat kan niet veel goeds betekenen. Haha, ik heb jou! Amamo! Laat Boris los! Gio gaat er vliegensvlug vandoor, zonder nog één keer om te kijken. Oh Bella, je bent mijn grote held! Als Bella die avond thuis komt, staat haar vader op haar te wachten. En, hoe ging je oefenen? Heel goed, en ik heb ook nieuwe vrienden gemaakt. Vrienden gemaakt? Je moest juist iemand bang maken. Ik wist het wel, je wordt nooit een echte boef. Meneer, Bella is wel een held. Ze heeft Gio verjaagd. Gio verjaagd? Ja, hij trof je pistool en zei handen omhoog. En dat was al genoeg, toen ging hij weg. Knap hè? Nu hebben we zin in chocolaatjes, pap. Een kleine dochter, die verjaagt zomaar een enge Gio. Bella, meisje, je bent misschien te lief voor een boef, maar je zou een prima held kunnen worden. Bella, de superheld van de prairie. U bedoelt een superheld die boeven verjaagt? Boeven zoals u? Daar hebben we het nog wel eens over. Ik pak even wat chocolaatjes. Oh, doe eens even normaal. Wat is dit nou? Ik ging foto. Ik druk erop. Maar hij is een dat ziek inzoom. Maar hij is toch aan het filmen? Ja, nou. Ineens op jouw lul inzoomen of zo. Ja, die is ook zo groot. Maar ook niet. Haha, ik heb jou! Er zat een meisje in de tieten daar! 100%! What the fuck? Go!